Hallo lieve mensen, ik ben Marie-Louise en 2 jaar geleden zat ik op precies dezelfde plek als waar jullie nu zijn. Namelijk bij de Amerika voorlichting op het CC. In juli heb ik mijn HAVO-diploma gehaald. En ik ben in mid-augustus ben ik vertrokken naar Amerika. Dus ik zit hier nu bijna 3 maanden. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik vind de college experience vind ik echt heel erg leuk. Basketbal gaat goed voor mij. Het is anders dan ik gewend ben in Nederland. Vooral het schoolsysteem is even wennen. Maar het is echt wel heel erg leuk. En ik ben echt heel blij dat ik dit avontuur ben aangegaan. Ik heb voor jullie een paar dingetjes uit mijn dag vastgelegd. En als jullie vragen hebben, laat het me vooral weten op Instagram of ergens anders. Maakt niet uit. Maar veel plezier met kijken. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag de eerste officiële dag van training. Dat betekent dat we nu tegen elkaar mogen gaan spelen. Het is nu ongeveer 5:45. Want we hebben training om 6:00 ochtends. Dus nou ja, ik neem jullie mee op mijn dag vandaag. Oké, jongens. Ik ben nu in de sporthal. En we gaan nu lekker trainen. Ik zie jullie later. Zo, klaar met trainen. Nu ga ik even lekker douchen en ontbijten. De zaaltraining was afgelopen om 8:30. Het is nu 8:30. Dus ik ben nog even lekker gaan liften met een teamgenootje van mij. Dus ja, op naar school. Onderweg naar school. Het is echt niet ver lopen. Hier is zeg maar het gebouw waar ik slaap. En daar is school. Dus ik ben er zo. Laatste lesje van vandaag. We hebben nu psychologie. Mijn schooldag zit erop voor vandaag. Het is nu iets over 1. Ik ben even lekker lunch aan het maken, want ik moet zo meteen werken. Nou ja, ik vind het niet per se werk, want ik moet bij de welkomstdesk van de sporthal zitten. En gewoon gedag zeggen tegen de mensen die binnenkomen. En als er vragen zijn, kunnen ze naar mij toe komen. Maar eigenlijk, het enige wat ik doe is mijn huiswerk maken. Dus het is eigenlijk een topbaantje, want ik kan gewoon zitten, mijn huiswerk maken en ondertussen gewoon een beetje gezellig met mensen kletsen. Hallo mensen, ik ben nu op werk. Ik heb deze hele middag eigenlijk niet zoveel vastgelegd voor jullie, want ik was best wel druk met school. En dus nu ben ik op werk mijn laatste huiswerk aan het afmaken en hierna kan ik dan lekker relaxen. Nou, dat was een kijkje in mijn dag. Zo ziet mijn week ongeveer ook uit, alleen verschillen dan de tijden van mijn training en school. Ik hoop dat jullie ook besluiten om naar college te komen, want het is een ervaring die ik voor geen goud zou willen missen. Succes met school nog. En ik hoop echt dat jullie al je droom waar kunnen maken. En ik zie jullie als ik weer terug ben in Nederland.